De geloofwaardigheid van de justitiële keten vanaf de minister, de waarnemend korpschef en de PG is in het geding. Dit stelde het DNA-lid Krishna Mathura vandaag in het parlement. De aanleiding was de ontmanteling van de Counter-Terrorism Intelligence Unit, CTIU. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, is vandaag in DNA hierover flink onder vuur genomen door vooral de oppositieleden van de VHP. De bewindsman zei afgelopen dinsdag dat deze unit is ontmanteld na afstemming met de procureur-generaal. Bij aanvang van de openbare vergadering vandaag kwam Getrouw daarop terug en gaf aan dat de procureur-generaal gelijk heeft, als hij stelt niet met hem te hebben gesproken over de ontmanteling van de unit. Hij heeft gelijk. De PG is juist om dat aan te geven, omdat wij nimmer hebben gesproken over de ontbinding van de unit, maar wel over het terugroepen van de politiemannen die deel uitmaken van de unit. De unit waarover men het heeft, komt niet voor in de organisatiestructuur van het Korps Politie Suriname, maar is deel van het Directoraat Nationale Veiligheid. Verder wil ik aan u meegeven dat de procureur-generaal en ik gisteren een constructief gesprek hebben gevoerd. Hierover hebben wij ook gesproken en we zijn ertoe overgegaan om het besluit te nemen om om weer aan recrutering te beginnen en verruiming van diezelfde unit, de groep. Dit in samenspraak met het Directoraat Nationale Veiligheid. De vorige week hadden we ook gesproken met de minister van Financiën voor de toevoeging van eventueel douaneambtenaren. Met betrekking tot de dagorde kan ik aangeven dat er duidelijk sprake is van een misvatting. Het is inmiddels gecorrigeerd. Ja, ik wil besluiten om aan te geven dat ik het wel jammer vind dat mijn goede naam en eer tegen beter weten in te schande is gelegd door deze situatie. Het DNA-lid Mahinder Yogi kon zich niet voorstellen dat de minister aangeeft dat het bij de dagorde getekend door de waarnemend korpschef, waarin staat dat de CTU ontmanteld is, om een misinterpretatie gaat. Yogi vroeg zich af wat de minister hiertoe heeft bewogen dinsdag te zeggen dat er afstemming is gepleegd met betrekking tot de ontmanteling. Voorzitter, dit is het hoogste college van staat, voorzitter, en hier zit de regering. Het volk moet bestuurd worden, het land moet bestuurd worden, voorzitter, door een team van regeerders onder leiding van de president. Maar wanneer wij geen touw kunnen vastbinden aan de woorden van ministers hier in het parlement, voorzitter, hoe gaan wij dit land besturen, voorzitter? Minister, als inderdaad zo is dat u het parlement opzettelijk op het verkeerde been heeft gebracht, dan moet u de eer aan zichzelf houden. En niet Suriname en Surinamers, ja, die waar drugscriminaliteit heel hoog is, waar die samenleving kijkt naar een professionele, een kundige, een betrouwbare minister, een betrouwbare andere functionarissen, dat we dit soort taferelen krijgen. Als het inderdaad een multigedisciplineerde eenheid is en je haalt mensen weg, wat voor impact heeft dat op continuïteit van lopende zaken? En tweede, wat is dan de kracht van zo'n multidisciplinaire unit als de politie eruit gaat? Ik ben blij te horen dat er gisteren overleg is gevoerd dat in ieder geval de politie doorgaat met die bemensing daarvan. En we horen namelijk hoe dat precies gaat plaatsvinden. Maar ik merk een systematisch verstoring van communicatie en informatie waarvan de minister hier in het parlement komt en de informatie verschaft en achteraf blijkt dat het niet correct is. We hebben recentelijk gehoord namelijk dat er ook commandanten gemuteerd zijn. Ik hoor nu dat er daaromtrend ook een correctie komt vanwege de waarnemend korpschef. Kan de minister daarover ook een stukje duidelijkheid geven? Maar tot nu toe, voorzitter, in elk geval van deze kant niet de neiging en niet het gevoel dat er hier bewust sprake is van opzet. We moeten ook niet pretenderen, voorzitter, om perfect te zijn, waar er wordt gewerkt, worden er fouten gemaakt. En als wij groot genoeg zijn om de fouten te corrigeren, in dit geval in de communicatie, dan zijn we op dat punt
volwassen bestuurder, voorzitter. Voorzitter, laat me duidelijk stellen van dat vanuit deze zijde we op geen enkel moment en tot nu toe geen enkele reden hebben om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze minister. De minister heeft tot nu toe bewezen dat hij de taak waarvoor hij is gevraagd is te doen, dat hij het naar beste vermogen tot op dit moment heeft kunnen doen. En we hebben er alle vertrouwen in dat deze minister in staat is om die rust terug te brengen wat betreft de veiligheid hier in Suriname. Functioneren in de politiek is een grillige zaak. En deze minister is jong. En ik heb ook in 8 jaar tijd gezien hoe soms het niet zo eenvoudig is. De minister heeft in ieder geval aangegeven hoe de zaak, hoe de vork in de steel zit. Maar ik heb eerder gepraat over de reputatie van Suriname, welke ondermijnd wordt door de drugscriminaliteit. En ik denk dat het van belang is, juist de urgentie vraagt van ons, dat we toch heel snel handelen met betrekking tot de invulling van de posities die nu zijn, dus waarvan de personeel bedankt is of teruggeroepen is. Want op welke termijn denkt de minister? Kan hij ons dat uitleggen? Op welke termijn denkt u invulling hieraan te geven? DNA-leden van de oppositie en coalitie over de kwestie ontmanteling CTIU, oftewel terugtrekking van manschappen uit de unit. Waar het tenslotte op aankwam is dat de minister van Justitie en Politie niet de bevoegdheid heeft de CTIU te ontmantelen, maar dat hij wel de bevoegdheid heeft manschappen van de politie terug te trekken. Ook is intussen de dagorder uitgegeven door de waarnemend korpschef gecorrigeerd. Hierna is de vergadering voortgezet met de behandeling van het agendapunt ontwerpwet nadere wijziging wet verdovende middelen.